Dit moet je zeker hebben. Heb je dat? Ja, paps. Wacht. Een bordje. Kandelaar. Ja, doe maar. Wacht. Dit potje. Zeker ook. Hè? Dit erbij. Let op, hè. Ja. Wacht. Vergeet. Zeg, die tekening van een juweel, wat is dat? Ah, dat is het Bach-juweel. Ja, dat is een heel duur, chic sieraad dat de barones geërfd heeft van haar grootvader. Hé, hey Mats. Dag, juffrouw Roos. Hey, Blinker. Wou juffrouw Roos helpen? Ja, dat zie ik. Zeg, doe de groeten aan je pa, hè. Oké, dag, Blink. Commissaris Kusters, concurrentie. Dat is Vera, mijn vervangster. Oh, dat is niet mis, hè? Ik me daar moet mee bezighouden in mijn fijne carrière. Fijne carrière? Je gaat toch niet met pensioen? Ja. Nog 2 maanden en dan lekker een tenieren in Mexico. Mexico? Zo ver? Ja. De zon, hè. Ah, ja. Yeah. Je gaat wel een sombrero moeten kopen, hè? Nou, in plaats van dat kwakske. Linkerke, we zijn ermee weg, hè, jong. Hier, het fotorolletje en het fototoestel. Niks verliezen, hè? Nee. Hé, om ter eerste thuis? Ha, ik win toch. Waar we? Oh, ik zal hem eens afdrogen. Ik krijg 200 meter voorsprong. Dit is mijn fout. Ik moet niet in het midden van de weg zitten. Pakken er nog wel, jongen. Oeh, mijn lens. Mijn lens. Wat zit erin? Een lens, een nieuwe lens. Voor mijn telescoop. Ik heb mijn oude laten vallen. Heb je een telescoop? Mm-hmm. In de kerktoren. Ja. Zijn je geïnteresseerd? Ja. Oh, ik kom weer. Ik zal het dus laten zien. Kom. Ik voer u wel, meneer Pastoor. Ja.
Wauw, een echte antieke. Antieke? Het is maar geen van de laatste nieuwe, maar... het is toch altijd een van de beste die ze ooit gemaakt hebben. Ik had hem al lang willen laten zien. Allee, ga maar eens kijken. Wacht, wacht. Ik moet dat daar even tussen zetten. En hier moet je aan draaien om scherp te zetten. Boven de horizon, boven de horizon. Links, links, links van de zon. Ja, 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 ja. Dat is de planeet Venus. Die kan je nu ook overdag zien. Zie je ze? Wauw. Ja, astrologie is ongelooflijk boeiend. Uit de stand tussen sterren en planeten kunnen wij toekomstige gebeurtenissen afleiden. Echt? De mensen zeggen toch, het staat in de sterren geschreven. Geestesverschijningen? Gelooft je daarin? Dat is geen kwestie van geloven. Berekenen. Geïnteresseerd? Ja. Wel, ik heb daar een goed boek over. Het is er niet bij. Het ligt nog op mijn bureau in de dovenschool. Kom, we gaan het meteen ophalen. Zeg, Sarah. De nicht van mijn vriendinnetje Nelle, die zit hier ook op school. Kent je die? Sarah? Van der Vorst? Ik denk dat ze zo heet. Ja, Sarah van der Vorst. Die kan ik heel goed, hè? Ja, 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 ja. En wat nu? Ga je verbouwen? Was maar waar. Er is geen geld, jongen. Goedenavond, mevrouw. Is uw restaurant al open? Ik moet eens proeven. Oh, ja. Lekker, hè? Oeh, heel lekker. Ja, hè? Oh, Ellen. Gewoon meisje, maar je gaat dat niet volhouden, hè? Dag en nacht blokken. Die stomme herexamens, hè. Ik haat ze gewoon. Dat komt er van alle vuilen. Kom aan, kom aan, kom aan. Zie, en wie van ons tweeën was hier eerst? Hé? De paps, hè? De dovenschool is onbewoonbaar verklaard. Is het waar? Wel, dat verbaast mij niks. Dat is een regelrechte schande hoe dat die school erbij lag. Zeg, van wie weet je dat? Van de pastoor. En geld voor een nieuwe school is er ook niet. Oh, garme die kinderen. Zeg, Blinkske. Wat voor chique en dikke boek is dit? Dat is van de pastoor. Dat gaat over geesten. Over geesten? Oh. Een geestig boek dus. Hé, hey, we gaan eten. Amske, ik heb altijd honger. Dank je.
Nog een beetje thee, mevrouw de barones? Eugénie, Wart. Zeg maar Eugénie. Dat mag toch wel na al die jaren, nietwaar? Nee, ik hoef geen thee, dank je. Ik wil nog even de krant lezen. Alsjeblieft. Dank je. Goeienacht, Wart. Goeienacht, mevrouw de Barre. Eugénie. Doden keren terug. Geesten verschijnen meestal binnen een week na het afsterven van het aardse lichaam. Daarbij speelt de stand van de sterren en planeten een belangrijke rol. Je hoeft niet zo te schrikken, jongeman. Ik kom je iets vertellen. Mevrouw de barones. Ook al komen dieven mijn rust verstoren. Het bagbagjuweel is niet verloren. Alleen de doven kunnen zien dat elf meer is dan meer dan tien. Ja, ja, ik heb u wel gehoord. Hallo, Pika. Waar zit jij toch altijd? En? Heb je weer een cadeautje bij? Hé, hey, mams. Dag, schatke. Is er post? Ah, ja. Een kaartje van oma. Wacht, waar hebben we dat nou weer gelegd? Ah. Eerst uit Venetië. Schoon, hè? Voilà. Ze heeft er goed precies. Ja. Zeg... Raad eens van wie dat dit hier is. Nella.
Ze komt logeren bij Sarah. Allee, plezant. En voor hoe lang? Weet ik niet, schrijft ze. Ja. Allee, zeg. Wat? Ja, de barones is vannacht gestorven. Vannacht? Ja. Tja, was die ziek. Wat? Link. Wat? Meneer Streepers. Mevrouw Streepers. In memoriam eternam erit justus. We zijn de gelovigen. We zijn hier samengekomen om afscheid. Moe ook gelicht in kist. Van onze lieve barones. Ik toen heel klein. Eugénie Carré-Vicieux de Kruisen. Ik haar missen. Nog niet zo heel lang geleden nam zij het initiatief om een groot feest te houden in de duinen van het kasteel. Geen mens weet wanneer dit aardse leven eindigt. Geen mens wordt door de dood gespaard. We zijn van stof en as gemaakt. Blinky, snel! Sst, Mats. Laten we nu samen bidden, bladzijde 49. Heer, geef hun de eeuwige rust. Bevrijd de zielen van alle overleden gelovigen van alle zondebanken. Uw barmhartigheid helpt bij hen ontkomen aan de straffen van het oordeel. En laten hen het eeuwig geluk genieten. Heer, wij dragen uw offers en gebeden op. Aanvaard ze voor de zielen aan hen die vandaag gedenken. Laat u omgaan van de dood naar de leven. Dat jij eens aan Abraham en zijn nageslacht hebt beloofd. Beloofd. Amen. In nomine Patris et Filii, Spiritus Sancti. Amen. Ga ik jullie mee naar de voorlezing van het testament? Hey, Nelle. Link. Wat is dat voor een teken? Het is het dove gebarenteken. For I love you. Ik heb het van Sarah geleerd. Heb je haar al gezien? Nee. Dat is Blinker. Dat is mijn vriendje. Je moet het zeggen, hoor. Sarah is toch doof? Maar ze kan het lezen. Hey Sarah. Tof om je eindelijk eens te zien. Van hetzelfde. Wat? Ik heb haar gevraagd of ze een vriendje heeft. En? Ze vindt jongens maar niets. Laten we overgaan tot de voorlezing van het testament. Ik, barones Eugénie Carré-Vicieux de Kruisem, laat het kasteel, de inboedel en het omliggende park over aan mijn jarenlange vriend en vertrouweling, mijn boswachter Wart. Maar dat is een regelrechte schande. Een bediende nog wel. Je ziet wat er van komt, hè. Gaat daar beter ook wat meer eieren onder gelegd. Juist zoals die Wart. En het bagbagjuweel laat ik over aan de dovenschool.
Excuseer. Sarah vraagt of we misschien met het geld van het bouwbachjuweel een nieuwe school kunnen bouwen. Oh ja, wat is een fantastisch idee. Dat zou de gelukkigste dag van mijn leven zijn. En nu? Ik vrees dat het niet zo eenvoudig zal zijn. Verklaar u nader, Bart. De barones, Eugenie... Eugenie. ...heeft het Bach-Bach-juweel geërfd van haar grootvader. En omdat het zo kostbaar was, had hij het bewaard op een geheime plaats. En eergisteren nog... ...heeft ze me verteld dat ze van plan was om die plaats in haar testament te laten blijven. Voor geval dat... Dus, als ik het goed begrijp, heeft de barones haar geheim mee in het graf genomen. Dat bouwbachjuweel vinden. Dat is gemakkelijk gezegd. Toch? Heeft ze zelf gemaakt. Mooi, hè? Mm-hmm. De vampires. Wat komen die hier doen? Als ze dat juweel vinden, hè, dan mag Sarah haar school wel vergeten. Wacht op ons! Wat zei ze nu? En? Gevonden? Nee. Gij? Nee. Kom, we gaan boven zoeken. Rot, waar blijf je? Ja, ik kom. Deur. Shit. Misschien is er naar ergens anders een uitgang. Ja, waar dan? Waar? Kom maar. Zo kunnen we ontsnappen. Het is de buis van de centrale verwarming. Hierlangs bliezen ze warme lucht naar de kamers. Mij krijg je daar niet in. En nog geen 100 jaar. Marnelle, het is onze enige kans om te ontsnappen. Nee, Blinken van Steen, ik kruip daar niet in. Alles oké? Ja. Ik weet niet, een rat of zo. Een rat? Kalm, kalm. Beestje is duidelijk al jaren dood. Dood of niet dood, doe dat beest weg. Hier, geef daar naar achteren. Hey, ik zie iets. Een rooster of zo.
Daar is een uitgang. Kom, rat mee. Kom aan, we moeten die deur barricaderen. Vlug naar de pak een stoel. Is het wacht? Of rot of knots. Hulp, laat ik je! Ja, het is toch goed. Hulp, breng ik! Zie je! Straks denkt Wart nog dat wij de dieven zijn. Die zuurpruim, dat is juffrouw Slik, de vroegere huishoudster van het kasteel. Ja, zij was degene die de honden doodspoot. Onder andere. Al goed dat ze die zotin hebben opgesloten. Flinker, kom eens weg. Oké, het is veilig. Blinkerke, dat is weer te laat voor het eten, hè? Daar zal ze niet fel voor iets tussen zitten. Manneke, maak jij de potten maar leeg, want ik heb geen honger. Nee, dat is wel niet. Jij hebt genoeg op. Voilà. Af en toe is een pintje bier. Het zou geen kwaad kunnen zeker. Nee, maar jij krijgt er wel een buikje van. En dan? Huh? Een klein beetje buik. Dat is toch sexy? Niet waar, schatje? Dat is een schattig buikje. Dat is een schattig buikje. Ja? Je hebt twee buikjes. Hallo, mevrouw Steen. Ja, commissaris. Paps, het is voor u. Commissaris Kusters. Oeh, ja. Ja. Hallo, Jean. Wat voor nieuw? Wat blief? Blinker. Ja. Ja, ja, ik zal het hem vragen. Het is goed. Tot morgen. Er is ingebroken in het kasteel. Oké. Is er veel weg? Wart heeft naar de commissaris gebeld. En er zijn een heel aantal waardevolle kunstvoorwerpen gestolen. En weet je wat nu nog straffer is, hè? Wart heeft vluchtig een van de dieven gezien. Ja. En hij denkt dat het een tiener is. Jij zit er toch voor niks tussen, hè? Wat zei de zot toen is zo'n nozel? Oh, rustig. Dat was een grapje. Wat vroeg de commissaris? Wel, om in te schatten wat er precies gestolen is, wil hij de foto's van de inboedel van het kasteel die wij genomen hebben. Die zijn nog niet ontwikkeld. Ah, hij vroeg of je ze morgen zou kunnen brengen. Moet u het nu verder, alstublieft, Blinker. Pardonnekes. De foto's zijn klaar, paps. Kom, laat eens zien.
Zeg, dat hebben we knap gedaan, hè, wij twee. Jezus, wat een trutenjuweel. Nee, zo niet. Excuseer, juffrouwke, maar dit is dus het fameuze Bach-Bach-juweel. Wat betekent dat eigenlijk, Bach-Bach? Bach-Bach? Dat is een lang verhaal, jongen. Vraag het maar eens aan pastoor Boek. Die weet er alles van. Ik heb gefixt. Ficht. Pika, laat dat los. Ja, maar wat doe je nu weer al in mijn kamer? Mocht je dat gebeten zijn? Kom in, rap. Ja, ook een stukje van die. Ook een stukje. Oh, dank u. Mm. Paps, nog een stukje. Paps, nog maar. Ah, wat weet ik je? Hey, heb jij straks nog iets te doen? Niet echt, nee. Ja, er is om 3 uur een vergadering van de heemkundige kring. En ze vroegen zich af of jij niet kon komen. Waarom? Waarom? Oké, maar ik ga even dit boek terugbrengen aan de pastoor. Ja, goed. Hey, vergeet die foto's voor kussens niet, hè? Ah, ja. Waar het Bach-Bach-juweel vandaan komt, wel een van de eerste baronnen van het kasteel, dat was een kruisvaarder. En die trok met een legertje op naar Jeruzalem. En daar verloor hij veel manschappen, maar op de terugweg werden ze overvallen door een epidemie. En toen schoot de baron alleen nog maar over. En naar het schijnt is het de planeet Venus die hem het leven gered heeft. Want die stuurde hem naar een dal waar een goudsmit woonde, die hem verzorgd heeft. En uit dankbaarheid heeft hij dat prachtig juweel laten maken. Ja. En van waar komt die naam in feite, Bach-Bach? Bach-Bach, Azur Bach-Bach. Dat wil zeggen blauwe morgenster, dus de planeet Venus. Ja. En waar bewaarde hij dat juweel dan? Hij liet daar een kapel voor bouwen. En waar stond die kapel? Hier ongeveer, waar de kerk staat. Jongens, het zou toch prachtig zijn moesten we dat juweel terugvinden. Dan waren al onze problemen in één slag opgelost, hè? Dank u. Het laatste avondmaal met de 11 apostelen. Er waren toch 12 apostelen? Ja, 12 apostelen. Waarschijnlijk een foutje van de dove baron. Dove baron? Wie is de dove baron? De grootvader van de barones. Als kind werd hij zwaar ziek en daardoor werd hij doof. En hij heeft dat allemaal ontworpen. Ah ja, dat is juist. Ik moest deze foto's nog naar Husser brengen. Ja.
Hey, Mats. Ik heb schoongemaakt. En een beetje bloem van barones op graf van Moe gelegd. Barones toch niet erg vinden. Nee, natuurlijk niet. Kom, ik zal u iets laten zien. Wat zien, Blink? In de kerktoren. Kijk. Als je hier zo aan draait, dan wordt alles groter. En als je terugdraait, dan wordt het terug kleiner. En dit hier, dat dient om scherp te stellen. Zeg, Blinker. Ik moet je iets vertellen. Iets serieus. Ik heb zitten rekenen. En volgens mijn berekeningen in de nacht van zondag op maandag staat de maan en Venus in een ideale positie ten opzichte van elkaar. Ik ben er vast van overtuigd, hè, dat dus morgennacht, hè, de geest van de barones verschijnt. Geloof je dat echt? Ja, volgens de berekeningen, hè. Hoe is pa? Moet weg. Dag, Blink. Dag, Mats. Dag, Bart. Zeg, moest jij niet naar Kusters? Zo, op één moment steekt hij zijn schub door die bazen. Ja, maar archeoloog, hè, archeoloog. 13e baas, los erdoor. Ja, school. Ken er ook een. Een type komt bijna aan die keer. Hij komt binnen en zegt, meneer, wat nieuws. Jammer. Ja, we hebben niets, jammer. Ja, dat zegt iets. Zeg, waar blijft Kusters? Die zit op een goeie weiding. Daar heb je hem. Hey, hallo. Ja. Ja. Blinker, goed dat je er zij. En, zijn de foto's bij? We kunnen beginnen, zeker? Zo, we zijn al even bezig, hè? Ja, dat zie ik. En het is geen opdracht voor Blinker. En op? Ah, ja, juist. Blinkertje. In verband met die geheime bergplaats van het Bach-Bach-juweel lijkt het mij interessant om gegevens te verzamelen rond het kasteel en de aanverwante gebouwen. Hè? Wacht, waar heb ik je lijst? Hier, meneer Strepers. Blinker, dit zijn de namen van de 8 boerderijen die vroeger tot het kasteel behoorden. Je zou daar foto's van moeten nemen. Kent je ze? En niet, de Moerashoeve. Dat is die zeer grote boerderij aan de rand van het dorp. Trouwens, ik heb gehoord van meneer Strepers dat die al jaren leeg staat. Oké. Maar, beste vrienden heemkundigers, wat we niet uit het oog mogen verliezen, dat is dat de dieven die in het kasteel zijn ingebroken, dat die ook achter het Bach-Bach-juweel zitten. Dus, het komt erop aan ze voor te zijn. Nee, zeker. Met andere woorden, wij moeten zorgen dat we slimmer zijn. Dat... Geef hem! Geef hem! Commissaris Kusters, ik denk dat daar voor u een taak... Misschien zijn we ook slimmer dan zij. Kijk, ik was daar juist bij Pastor Boek en hij vertelde mij hoe het Bach-Bach-juweel hier kwam. Het Bach-Bach-juweel bevond zich in een kapel waar nu de kerk staat. Maar dat betekent dan dat het Bach-Bach-juweel daar ergens verborgen ligt? De kerk? Ja, of het kerkhof? De grafkelder. Ja, ja, ja. Dat is fantastisch, Blinker. Goh, wat dat is toch nou eens een koppeken, hè? Die zoon van mij. Helemaal zijn vader.
Ah, wel, Jean. Ja, 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 ik zal het onmiddellijk laten natrekken. Allee, ik ben weg. Blinker, vergeet die foto's niet. Nee, nee. Hey. Zeg, zo goed op café. Nee, nee, ik moet foto's maken voor kusters. Zin om mee te gaan? Zo. Hebben jullie morgenavond iets te doen? Niet direct, nee. Pastor Boek beweert dat de geest van de barones morgenavond gaat verschijnen. Nee, Pastor Boek is niet gek. Een beetje raar, hè. Ja, ik had kunnen weten, hè. Jullie geloven toch alleen maar wat jullie kunnen zien. Oké, dan. Ik wil wel een keer een geest van dichtbij zijn. Boom! Grappig. Zijn dat de foto's van de boerderij? Hmm. Oké, tot straks. Hier zit je dus. Zeg, we gaan eten, hè. Oké. Okay. En zeg, is dat voor iets? Dat is een verrekijker voor Mats. Een verrekijker? Wow, plant, zeg. Wat is dat voor een ding? Wat? Wat is dat voor een ding? Dat is een metaaldetector. Een metaaldetector? Ja, sta je wel, hè? Een metaaldetector. En met dit apparaat ga ik het Bach-Bach-juweel opsporen. Dan moet er nog hier en daar iets aan veranderen. Misschien het geluid een beetje... dat ze me niet horen aankomen, hè? En dan, hè? Oh, schat. Oh, ze was zo niet bedoeld. Oh. Zal ik een beetje ijzer hebben? Ja, gaat het? Zeg, meneer, waar is Mats ergens? Ja, waar dacht je? Hey, Mats.
Kijk, het is voor u. Voor mij? Huh? Is plezant. Hoe werken, Blink? Zo moet je inzoomen en zo uitzoomen. En hier kun je het scherp stellen. Het is natuurlijk geen een echte zoals die van Pastor Moek. Dank u wel. Hey, Sleeping Beauty. Hier, bang je. Dat is voor uw verjaardag. Dat was wel vorige week, hè? Ja, ik weet het. Wow, twee bokshandschoenen. Ja, nee, ene zeker. Het zijn er wel tweedehands, maar ze zijn zo goed als nieuw. En bovendien zijn dat er echte. En niet zo van die speelgoedbokshandschoentjes waar jij al zo lang voor spaart. Een beetje te groot, maar dan kan je kwaad. Nee. Kom hier, dat ik een kus geef. Ah, dan ga ik kusjes maar voor uw liefje. Maar is dat zo verdacht goed gezien? En uw lief? Nee, ik ben door mijn herexamens. Er is weer ingebroken in het kasteel. Bart, mag gerust zijn. We houden het in toch. Dank je. Harry. Is er weer ingebroken? Er is niks gestolen, maar het klein raamje aan de zijkant is kapot. En wat is er nu van plan? Ik heb er eens over nagedacht, Blinker. Ik zie het er meer zitten. Ik heb besloten om het kasteel te verkopen. Maar waar, dat kun je niet doen. Het is een erfenis van de barones. Het is met pijn in mijn hart, maar er is iets te veel gebeurd. Al die herinneringen die spoken door mijn hoofd. Spijt me, Blinker. Maar ik heb van die kleine, wollen winterwandjes voor op mijn fiets. Lekker warm. Dus ik ga zeker niet doorkloppen, hè, mannetje. Wart is weggegaan. Hoe weggegaan? Ja, hij had genoeg van al die inbraken.
En het kasteel dan? Hij gaat het verkopen. Te veel herinneringen. Allee, och arme. Allee, zo'n lieve mens. Enfin. Wie heeft er nu geld genoeg om zo'n kasteel te kopen? Ik heb een idee. Een bouwpromotor, hè? Chique tip, veel geld. Die maakt daar een geweldig pretpark. Hè? Vijvers, wildwesttoestanden, waterscooters. Zijn je nu op uw kop gevallen? Een pretpark. Ja. Papsiland? Papsiland. Ja. En het milieu dan? Ja, denk eens aan al die parkings voor al die auto's die ze gaan moeten aanleggen. Hier, ons Greenpeace, madame. Ja, maar het is toch waar. Binnen de kortste keren is alles hier om zeep. Jij met je fantastische ideeën ook altijd. Ze is wel knap, hè? Als ze zo kwaad is, uw moeder. Wauw. Ja, tof hier, hè? Pastoor zal direct gaan komen. Kijk, hier moet je scherp stellen. Scherp stellen. Oké? En om in te zoomen, daaraan draaien. De vampires? Wat zegt ze? De vampires, ze wachten blijkbaar op iemand. Er stopt een auto bij de vampires. Ze hebben het over een grafkelder en Rod stelt voor om er vanavond naartoe te gaan. Oh, hoe kan Sarah dat nu weten? Ze kan toch lip lezen, remember? Mag dat strijpers? Oh nee, strijpers heeft mij horen zeggen dat het bouwbachjuweel in de grafkelder ligt. Hoe moeten ze voor zijn? Shit. Die gang loopt dood. Kijk. Een ring.
Volgens mij heeft die gedenkplaat er iets mee te maken. Waarom zou de dove baron die anders ontworpen hebben? Dat zijn ze. Ze proberen het graf open te breken. We moeten hier weg. Kom. Niet naar beneden? Schatteke? Nee, ik blijf hier op uitkijk staan. Haast jullie! Probeer de graftommel van de baron. Ja, baas. Pak aan. Allee, help dis! Licht is bij, madame. Hier. Het is maar een geraamte. Domme. De pastoor is daar. Mannen, de pastoor is daar. Eruit, kom. Vlug, vlug. Kom, geef me lampie. Kom hier. Oh, schatje. Oh, maar zie. Laat me hier niet al een nacht in mijn kantoor. Lek. Ja, wat krijgen we nu? Allee, vooruit naar de sacristie. Misschien vind je daar iets om aan te trekken. Allee, op. En jullie, die deksteen erop. Ik ga de wagen halen. De vriend. Doe die deur dicht, rap, rap. Duwen. Laat er los, laat er los. Laat er los. Ze leeft nog. Kom eens hier weg. De barones. Ik weet niet, maar het kwam uit de sacristie. Kom maar. Waar zat jij? Oh, de pastoor heeft mij gezien. Allee, vooruit naar de dokter. Hop. Oh, ja. Die man heeft nooit niks goed doen. Oh.
Shit, verdomme. Meneer Pastoor. Meneer Pastoor. Ja? Oh. 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 De geest. Hebben jullie de geest ook gezien? Geest? Je hebt hem toch gehoord? Ja, zoiets, ja. Oh. Ai, kom, we gaan even de zitten. De geest. We gaan even zitten. Oh. 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 Dank u, meisje. Oh. Oh, geest. Een onvergetelijke nacht. Ja, zeg dat wel. Oh, ik heb voor het eerst in mijn leven een geest gezien. En wat voor een geest. Hé, hoe is het hier met astronomen? Schitterend. Ik heb Streepje moeten troosten. Wat zeg je daar, paps? Ik zeg dat ik Streepje heb moeten troosten. Want zijn Magdatje, zijn vrouw, is met een andere man ervan door. Hier is hem, mijn vriend. Kom hier. Zeg, wat is er hier allemaal gebeurd? Ja, maar het is goed, hè. Doe maar, hè, Blinker. Het is tenslotte uw leven maar, hè. Ja, maar ons moeten niet kijken, hoor. En dat je dan ook durft liegen op de koop toe, hè, dat vind ik erg. Ja, en je moet mij niks wijsmaken. Ze hebben die graftombe opengebroken en juffrouw Slik lag daar niet in, hè. Nee. Goh, manneke, maar ik hoop voor u dat je je vingers een keer goed verbrandt, hè. Dat je later zult weten voor de rest van uw... Ja, met vasteen. Wat blief? Ja, dag Vera. Ja, nee, sorry. Ja, sorry. Ja? Ja? Die foto van de Moreshoeven. Ah ja, 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 ik zal het hem vragen. Ja, het is niets, ja. Dag. Ja, het was Vera. Die foto van de Moreshoeven is mislukt en Vera vraagt of je die opnieuw wilt doen. Dat komt er goed uit, hè? Maar het laatste woord is daar niet over gezegd, hè? Oh, man. Oh. Nelle. Oeh, weer zo haastig? Ik weet waar ze de buit verstoppen. Wat? De dieven. Hoe bedoelde? In de Moreshoeven. De Moreshoeven? Ja, ik ga er nu naartoe. Kom je mee? Blinker, ik moet nog boodschappen doen. Alsjeblieft, heel even. Oké. Ja, kom. Kijk hier, Nelle. Bandensporen. Interessant. Is de Pika niet daar? Ah, Pika, hier zit je. Is dat uw liefje? Je hebt smaak, net als ik. Ja, alleen is Pika veel trouwer dan jij. Sigrid, ik heb toch de laatste tijd. Och, jong, weet je goed genoeg waarom? Maar ik heb echt geen idee, echt niet. Ah nee, je kunt dan misschien aan je Sarah vragen. Jullie zijn de laatste tijd toch zo dik bevriend. Maar wat heeft Sarah hiermee te maken? Och, jong, en al dat gekonkelvoel zeggen flikvloei dan. Wat denkt u dat ik het niet gezien heb? Ah, jaloerskieke, nu begrijp ik. Weet je wat we aan het doen waren? We wouden u verrassen. Ja, dat is dan ook gelukt. Ik heb aan Sarah gevraagd iets voor u te maken.
Wat dan? Dat kan ik je nog niet vertellen. Hè. Het is nog niet eens af. Gelooft je me nu? Ik stel op mijn teen. Oh, sorry. Kom, laten we teruggaan. Maar nu dat we hier toch zijn, kunnen we toch nog even rondkijken. Oké. Shit, hè. Niks te vinden. Daar hebben we nog niet gekeken. Oh, dat stinkt naar mist. Kom, hier vinden we toch niets. Bingo. Je legt voor miljoenen. Nu hebben we ze, de schurken. En nu hebben we bewijzen, hè? Pika, zo kras als er iemand afkomt. Voilà, voilà, voilà. Wie dat we hier hebben? Onze tortelduifjes. Verdomme. Die snotapen hebben de bijt ontdekt. De baas halen, dat tijd oplost. En nu? Ik ben bang, Blinker. Ik ook, Nelle. Sorry, het is allemaal mijn schuld. We moeten iets bedenken. Heb je iets in je zakken of zo? Het is niet van mij, hè? Pika heeft het gestolen uit de kamer van Ellen. Ja, dat zou wel. Maar echt waar? Echt waar? Nelle, dit condoom gaat ons leven redden. Hou eens even vast. Pak dat bol kort daar eens. Zo. Ah, wacht even. Komt er nu nooit iemand voorbij? Shit! Help! 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 Mats? Oh, Blink, wat ga je hier doen? We zitten hier opgesloten. Doet die grendel hier open. Groot ballon van u, Blink. Ja, Mats. Zeg, Blink, ik kan u dringend iets vertellen. Mats. We moeten hier zo snel mogelijk weg. Oh. Kom aan. Kom aan. Ja. Stommerikken. Kunnen jullie niks goed doen? Eén, twee. Vooruit, achterin. Stop jullie. Hop, hop, hop. We mogen niet samen gezien worden. Hé.
Wat is er, Blinker? Ik weet waar de dieven zijn. Huh? En ik weet ook waar de gestolen spullen van de barones liggen. Huh? In een moerashoeve. En de dieven zijn de vampires en mevrouw Strepers. De vampires en mevrouw Strepers? Dat is fantastisch, Blinkertje. Daar is trouwens nog één ding te doen. Zo snel mogelijk het Bach-Bach-juweel vinden. Heb jij enig idee van waar het zich zou kunnen bevinden? Ik geloof in de grafkelder, is het niet? Ik ben er zeker van. Mevrouw Blinker, stap in. Vingers verbrand, commissaris. En via deze ingewikkelde apparatuur gaat het dus naar de detector. En het is met de detector, met hier een gevoelige plaat, dat je dus overal... Sarah! Nelle, ik heb Nelle niet gezien. Sarahtje, kom maar met ons mee. Hm? Ik, de paps, ik ga dat allemaal oplossen. Met deze machine, hè, vind ik het Bach-Bach-juweel in no time. In no time. Kom maar met ons mee. Kom. Pas op. Hebben jullie Jeanke kusters gezien? Nee. Is het dringend? Jeanke. Jeanke. Schatteke? Een stomme trut! Ja! Is gevaarlijk, zit kogels in hem. Kop toe, gij! En nu ga jij mij rijk maken. Vooruit, de put in. Jean, alsjeblieft. Gij ook uw kop toe. Jean, kan meer. Hier blijven en op uitkijk staan. Vooruit, de put in. Vooruit, zie ik u, de put in. En rapper, hè. Vooruit, hop. Allee, hop, hop. Kulpa. Blijf hier. Dat is hier warm. Ik blijf er niet zitten, Bak. Nee, niks van. Jij blijft hier. En kusters alleen achterlaten met Bak-Bak-juweel zeker. Kom. Ik wil ook mijn deel. Zo. En nu gaat u me vertellen waar dat juweel is. Ik weet dat niet. Ik weet het niet. Mijn voeten aan het rammelen, manneke. Vooruit. Zoeken. Allemaal. Hij is in de put gekropen. En hij heeft de pistool. En? En? Niks. Hier is niks. Jullie, vooruit. Voel of er geen stenen lossen in die muur. Vooruit, hop, hop, hop. Allee. Vooruit, meekomen gij. Hop. Laat maar eens zien waar de ingang is. Blink, ik kan u dringend iets vertellen. Iets plezant. Nee, humor. Wij zijn er allemaal. Kletsen, hè. We hebben iets gevonden. Zoeken, heb ik gezegd. Zoeken. Vooruit, hop. Verdomme. Stom wijf. Geef het op, commissaris. Alsjeblieft. Over mijn lijk. Alles oké? Ja. Niemand! Niemand. Gert? Het is voorbij. Niet meer aan denken, hè?
weer blinken. Alles in orde? Niks gebroken? Oh, jongen toch. En het is gelukkig allemaal goed afgelopen. Linker, bedankt. Maar u bent ook bedankt. Dat is graag gedaan. Dag. Oh, Sarah, ik denk dat we het Bach-juweel niet snel gaan vinden. Nee, ik vrees dat uw school meester, nog lang zal moeten wachten. Kom maar. Het spelletje heeft hier lang genoeg geduurd. Ik trap het af. Wij gaan nergens naartoe, jong. Stomme zak. Huh? Wat gaat het doen? Mij slaan. Wat? Mij slaan. Wat? Wel. Daar zijn we dan eindelijk vanaf. Zeg, wat ga je doen? Ik ga dat hier die schrap allemaal oplossen, jongen. Matske, help mij eens. Kom op. Wat is er? Wat is hij van plan? Hij gaat het allemaal een keer oplossen. Sorry, Saratje. Ik dacht echt dat ik het juweel zou vinden. Oh. 11:00. Elf is meer dan 10. Wat? Alleen doven kunnen zien. Alleen doven kunnen zien dat 11 meer is dan meer dan 10. Blinker, hij maakt me bang. Kom maar. Ziet je dat dan niet? De 11 apostelen. Wat is er met die 11 apostelen? Alleen doven kunnen zien dat 11 meer is dan meer dan 10. Ze maken allemaal letters in het tovenalfabet. Ah ja, ja. Nu zie ik het ook. Hela. Du op de ster. Ster. Welke ster? Ik zie hier geen ster. Ze herinnert zich een ster. In de grafkelder. Ah ja, dat is juist. Ik herinner me dat ook. Heb je straks tijd om naar mij te luisteren, Blink? Ja, Mats. Straks wel. Maak het u niet vuil, hè, jongen. Thank you.
Dat is toch helemaal de zoon van zijn vader, hè? Blink. Kijk, Blink, maar eerlijk. Hij heeft hulp gehad, hè, van die twee hier. Ah, ja. Blink, jij nu tijd om luister? Ja, nu wel. Heb vannacht zusje gekregen. Je hebt wat, Mats? Heb vannacht zusje gekregen. Pa zegt ik nu grote broer ben. Nee. Juffrouw Roos vannacht kindje gekregen en pa gaat trouwen met die vrouw Roos. Oh, maar dat is fantastisch. Bravo! 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 Allee, Blinker. Fons, hoe is het? Lesstrijpers? Niet goed? Tanden bijten, hè, jong. Tanden bijten. Mensen, mag ik tegen uw aandacht, alsjeblieft. Ik dank u. Allereerst zou ik hier onze Blinker willen bedanken. Wij waren van plan om een nieuw gebouw op te richten voor onze dove school. Het hele project zou 3 jaar kunnen duren. En dat is een weelde die wij ons niet kunnen veroorloven. Daarom heb ik besloten om met de opbrengst van het Bach-Bach-juweel het kasteel over te kopen van Wart en daarin onze dovenschool onder te brengen. Ja. Lieve mensen, dit is de mooiste dag van mijn leven. Het stond in de sterren geschreven. Ik heb er lang genoeg op moeten wachten. Nee. I love you, teken. Denk het eens. Wat heb je gedaan, was Sarah, hè? Is het zeker of misschien? Er
is nu alleen dat ogenblik. Een gevoel van jij en ik. We zijn misschien een paar, maar dan alleen nog maar. Van vrienden bij elkaar, ik voel me zweven. Wat ik vertellen wou, mijn lieve schat, ik hou van jou. Ik voel me goed bij jou, ik voel me zweven. Zweven, bij jou voel ik me zweven. Duurt het lang of maar heel even? Is het zeker of misschien? Er is nu alleen dat ogenblik. Een gevoel van jij en ik. Er is nu alleen dat ogenblik. Een gevoel van jij en ik. Er is nu alleen dat ogenblik. Een gevoel van jij en ik. Er is nu alleen dat ogenblik. Een gevoel van jij en ik. Zweven, bij jou voel ik me zweven. Duurt het lang of maar heel even? Is het zeker of misschien? Oh. Er is nu alleen dat ogenblik, een gevoel van jij.